Dus je zou beleid, flankerend beleid heet dat geloof ik, moet je voeren om te vermijden dat je populistische erupties krijgt. Maar je ziet, kijk naar Frankrijk, waar zelfs de verhoging van de dieselprijs, want dat was het oorspronkelijke oorzaak van de gele hesjes, voor heel veel van die mensen die dus in dat stadje waar ze wonen, is het werk verdwenen. Dus ze zijn gedwongen werk elders te zoeken en daar moeten ze met hun autootje heen rijden. En dat betekent dus dat een verhoging van de dieselprijs voor tal van mensen een hele vervelende kwestie kan zijn. Het verlossen, kunt u mij horen? Hoe vond je het bij Kelder & Co, het programma wat je bij Radio 1 hebt vervangen? Nou, inhoudelijk was het erg aardig, maar als presentator ben ik wel lelijk door de mand gevallen, geloof ik. Hoezo? Nou, ik vergat het programma na ons aan te kondigen. Ik sprak een van de gespreksgenoten, sprak ik aan met de naam van de andere gespreksgenoten. Dus het was, en bovendien, zo'n programma zit vol met instartjes en even wachten en een tussenstukje. En nou ja, dat is mijn sterkste punt niet. Dat moet ik zeggen. En daar staat natuurlijk ook weer zo'n klok te lopen. En dus ik, zodra het een beetje een lollige discussie werd, vergeet ik op die klok te kijken. Oké, laten we even een stukje luisteren voor de mensen die het gemist hebben. Jort Kelder, die is dus op vakantie. Zijn vaste vervanger, die kon niet. Dus hebben ze jou gevraagd om voor deze ene keer het programma Dr. Kelder & Co. op zaterdag op Radio 1 te vervangen. En dat begon zo. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Maarten van Rossum. Luisteraars, welkom bij een uur radio. Met deze week staat er weer een heuse prof. Dat voel ik mij helemaal niet. Laat ik dat er direct bij zeggen. Ik heb afscheid genomen van dat beroep zonder enige pijn in het hart. Maar de kwestie is dat Jort Kelder er niet is. Die gaat iets doen in Napels. Wij hopen allemaal dat hij het overleeft. Mocht dat niet het geval zijn, dan komen er de volgende weken allemaal andere presentatoren. En dat hele programma, dat komt live vanuit Café de Krater, wat ik voor het eerst van mijn leven heb bezocht, en dat bevindt zich op het Rooters-eiland. Ik wist ook niet dat ik daar was op dit moment, van de Universiteit van Amsterdam. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de Nederlandse economie, met Steven Brakman, die hoogleraar internationale economie in Groningen is. En dan gaan we bespreken wat de electorale effecten zijn van de goed draaiende Nederlandse economie. Dat voorschotje kan ik wel vast nemen. Iedereen weet niet waar dat we geen Bulgarije zijn. En we gaan daartussendoor nog het lot bespreken van de Nederlandse ganzen. Ik ben iemand die zo oud is dat als je een groep ganzen over hoorde komen, lekker gezellig gakkend, dat je natuurmonumenten belde. Ik heb ganzen gehoord, moet je horen, zus en zo. En nu hebben zij zich, zoals zoveel dieren waarvan we hoopten dat ze zich sterk zouden uitbreiden, hebben zij zich onmiddellijk tot een plaag ontwikkeld. Dat is een wonderlijke zaak. Daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst zie ik op mijn papier dat er een slotklap komt. Neuk. Ah, dit is de slotklap. Ben je een rare slotklap, toch? Niet? Ja, maar je wil niet in deze podcast nu ook met de bumpertjes en slotklappen, was het volgens mij, ja, gaan werken? Ja, precies, een slotklap. Dat is een heel raar geluid. Ik weet niet hoe ze het maken. Dus dat is een muziekje, dan moet slotklap. Je eens aankondigen. En als dat dan, ja, klaar is, dan maar komt met er de discussie vond ik niks mis. Die was eigenlijk het aardigste. Want je had zo'n man uit Groningen daar zit, hè? Zo'n hoogleraar. Ja, ja, die heet Steven. Over economie ging het, hè? Kalkman, maar zo. Sorry Steven, maar ik kan er niet op komen. Die andere heette Govert van voren. En ja, die doet internationale economie aan de Universiteit Groningen. Die was zeer positief gestemd over de Nederlandse economie. Ik denk terecht, die doet het hartstikke goed. We doen het al vrij lang goed. Ik heb nog even bijgedragen dat we natuurlijk al 500 jaar eigenlijk vrij succesvol zijn als economie. Om allerlei structurele redenen waar we het weer niet over gehad hebben. En eigenlijk was de slotconclusie, omdat de Govert in dit gesprek, die houdt zich meer bezig met de electorale problemen, waardoor natuurlijk ook onvermijdelijkerwijs het populisme ter sprake kwam. En ja, dat je al heel snel aanloopt tegen een hele vervelende
hoe zal ik dat nou eens zeggen, heel vervelend probleem. Namelijk dat verstandig beleid, maak verstandig macro-economisch beleid, mits niet voorzien van, laten we zeggen, een hele sociale schil, niet waar ertoe leidt dat je dus populistische erupties krijgt. Namelijk van die mensen die op zichzelf wel vaak terecht ontevreden zijn, omdat zij het slachtoffer zijn van die ongelooflijk verstandige macro-economische ontwikkeling. Ja. Elke econoom zal je vertellen dat natuurlijk de ontwikkeling van een mondiale economie een groot voordeel is, omdat dan de goederen steeds op de meest efficiënte plek geproduceerd worden. Maar dat kan ertoe leiden dat sommige mensen, of soms hele grote groepen mensen, hun baan verliezen. Ja, en die zijn dan ontevreden, die gaan dan populistisch stemmen. Dit is het klassieke patroon van een betrekkelijk kleine Franse stad. Daar is één groot bedrijf, vaak een staalbedrijf, ooit gerelateerd aan de kolenmijnbouw ter plekke. En het staalbedrijf gaat dicht. Ja, omdat het niet bijster efficiënt is en omdat op allerlei plekken in de wereld zeer grootschalig veel efficiënter staal geproduceerd wordt. En die mensen in dat kleine, gezellige Franse plaatsje, die zijn de klos, want er is geen andere werkgever. Wat dan? Die kopen een geel hesje en die gaan amok maken op de kruispunten iets verderop langs de grote weg. Zo werkt het ongeveer. En het probleem is dat wat de populisten willen eigenlijk in vrijwel alle denkbare opzichten geen goed beleid is. Want in allerlei problemen zijn, een aantal beroepen zullen onvermijdelijk verdwijnen. Een aantal industrieën zullen onvermijdelijk verdwijnen. Dat is altijd zo geweest. Ja, dat gaat door. Precies, dat is altijd zo geweest. Dat gaat door. En nu, ja, die mensen zijn in zekere zin ook geëmancipeerd geraakt. Die zeggen, ja, wacht nou eens even, maar onze werkgever is verdwenen. Wat nu? Hè? Doe wat. En daar hebben natuurlijk tal van overheden toch enorm veel punten laten liggen. Denk aan de Verenigde Staten. Maar natuurlijk toch vanuit de Great American Heartland. En nou juist een brede groep van in principe blanke kiezers die laag opgeleid zijn en die een hele aardige, goed betaalde betrekking in de industrie hadden, hun baan kwijtgeraakt zijn vanwege de mondiale ontwikkelingen op dit terrein. Dus dat er een soort spanning is tussen het populisme, wat op zichzelf qua oorzaken wel begrijpelijk is aan de ene kant, en werkelijk verstandig beleid aan de andere kant. Maar jij trok wel een interessante conclusie aan het einde, alleen toen was het programma afgelopen, toen begon de reclame. Jij zei namelijk, eigenlijk moeten we een soort van dictator hebben met democratische trekjes. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Ja, dat was toen ik nog niet besefte dat het programma eigenlijk al afgelopen was. Zoals gewoonlijk. Maar je was het aan het samenvatten. Ja. En toen was dit de conclusie. En daar wilde iemand nog op reageren, maar dat kon niet, want toen was het afgelopen. Nee, het was natuurlijk een hoe moet ik zeggen, het was een voorzetje. Oké. Nou, even weer een stukje luisteren hoe dat ging. Ja, ik begrijp dat ik er een eind aan moet maken, want ze zitten geheimzinnige gebaren te maken. Waaruit ik afleid dat er een eind aan moet komen. Toch zijn we hier nou in een leuk gesprek, zijn we tegen een enorm interessante paradox aangelopen. Mm-hmm. We zijn allemaal democraten, jullie zijn toch ook. Maar als ik dit zo beluister, zou bijvoorbeeld een dictator met verstandige opvattingen over de korte termijn misschien meer opleveren dan dat wonderlijke, omdat de electorale democratie in feite steeds tegen het beleid inwerkt. Het Sociaal Cultureel Planbureau die heeft geconstateerd dat we eigenlijk tevreden zijn. Het is afgelopen. Jammer, want we hebben toch een heel mooi thema aangesneden. Waarvoor we geen. Afrotros, de omroep voor ons. Ja, nou, zo eindigde dat dus. Je liet de luisteraar eigenlijk met een vraag achter. Gelukkig is er dan de podcast om het wat verder uit te diepen. Leg nog eens even uit, verstandig beleid. Wat is hier het punt? Dat we natuurlijk met een ongelukkige contradictie zitten, namelijk dat verstandig beleid ertoe leidt dat we democratisch gezien ontwikkelingen creëren die nou juist verstandig beleid proberen te torpederen. En de vraag natuurlijk is, ben ik een voorstander overigens van verlichte despotie? Nee, dat ben ik niet. De vraag is, hoe pakken we dit probleem aan? En we hebben dat probleem wel een beetje laten sloffen. Nou, Amerika vergaand laten sloffen, trek is. Amerika had wetgeving op dit punt, maar ja, die is niet uitgevoerd. Er is geen zak aan gedaan. En waarom niet? Door het neoliberalisme, wat natuurlijk in de Angelsaksische landen een veel grotere klap veroorzaakt heeft dan in de, zeg maar, in de Rijnlandse landen. Wat was de kern van het Amerikaanse beleid?
De kern van het is dat je gewoon, als de boel dicht gaat, gaat de boel dicht. Per gehaald. Worden die mensen werkeloos? Ja, die krijgen werkloze steun. En ook niet zo verschrikkelijk veel. En, maar ja, je moet flankerend beleid voeren. Proberen of je andere industrietakken aan kunt trekken. Ik kan ook niet zeggen dat ik in alle situaties daar meteen een oplossing voor zou weten. Maar je moet wel beleid erop voeren. Ja. Dat is simpelweg niet gedaan. Idem dito in die treurige Engelse industriesteden. Nou, we hebben het hier in Zuid-Limburg toch gehad toen de mijnen dicht gingen. Ja, en daar hebben we toen wel aan gewerkt. En daar is wel wat gedaan. Maar dat viel langzaam in Limburg treurigerwijze samen met natuurlijk die terugval in de westerse economieën. Door dat de-industrialisatie-fenomeen, wat ook weer samenhangt met op. Kijk, als je 600 miljoen Chinezen aan het werk zet, dan voel je wel. Dat leidt tot lokale werkloosheid elders. En dan moet je eigenlijk een alternatief hebben. Dat je nieuwe industrie ontwikkelt. Die zijn ook wel ontwikkeld. Maar ja, gaat dat snel genoeg? Dat is maar de vraag. En ze hebben het CBS die kant op gestuurd. De Belastingdienst heeft daar een kantoortje geopend. Ja. DSM. Ja, we weten allemaal dat Heerlen natuurlijk een enorme dreun heeft gehad. En daar gaat het nu wel iets beter, is mijn indruk. Ik ben daar geweest toen met mijn broer en zus. En wij waren. De reputatie van Heerlen, althans voor een verstandige krantenlezer als ik, is veel slechter dan de werkelijkheid. Laat ik het zo zeggen. Het viel ons enorm mee. Ja. Het verleden knaagt nog een beetje aan die stad, denk Zeker, ik. Zeker, dat is zo klaar als een klontje. Ja. En dat is, nou ja, als je naar Flint, Michigan gaat, of naar Cleveland, ja, dan loop je tegen veel grotere problemen aan. Hmm. En dat waren steel towns, zoals dat heette. Pittsburgh heeft. Bij mij weet de helft van zijn bevolking verloren. St. Louis, een black hole van ellende. Mm. Zo kunnen we even doorgaan. Maar hoe reageerde jou? Terwijl tegelijkertijd natuurlijk de Amerikaanse economie heel vitaal is en vernieuwend. Maar ja, dan heb je het wel over de kuststreken. Over nieuwere staten. Valt daar geen algemeen beleid op te maken? Want je ziet nu toch in verschillende landen dat zich hetzelfde voordoet. Je zou zeggen, eenzelfde aanpak werkt misschien wel. Ja, dus je zou beleid, flankerend beleid heet dat geloof ik, moet je voeren. Om te vermijden dat je populistische erupties krijgt. Maar je ziet, kijk naar Frankrijk. Waar zelfs de verhoging van de dieselprijs, want dat was het oorspronkelijke oorzaak van de gele hesjes. Voor heel veel van die mensen die dus in dat stadje waar ze wonen, is het werk verdwenen. Dus zij zijn gedwongen werk elders te zoeken of te verrichten. En dan moeten ze met hun autootje heen rijden. Je kan moeilijk met de Solex. Hè? En dat betekent dus dat een verhoging van de dieselprijs voor tal van mensen een hele vervelende kwestie kan zijn. Ja, maar dat flankerende beleid heb je straks in de toekomst weer een keer nodig. Want dit proces. Je zult voortdurend flankerend beleid nodig hebben, omdat natuurlijk de technologische ontwikkeling van de industriële samenleving is zodanig dat sommige dingen vanzelf verdwijnen of verschrompelen. Kijk naar AI nu, wordt ook weer gezegd. Dames en heren, uw baan gaat eraan. Ja, zeker. Dat overigens volgens de Economist viel dat enorm mee. Een assistent. Die had een lang stuk dat we ons daar nou niet al te druk over moeten maken. Dat is ook wel mijn indruk. Dit is wel weer zo'n koortsachtige media-eruptie van alles wordt anders. Ja. Een totaal nieuw tijdperk is begonnen. Enzovoort, enzovoort. Dan moet natuurlijk altijd ook weer hetzelfde liedje. En omdat natuurlijk de groot deel van de journalistiek is niet technisch geschoold, dus die lullen maar wat. Als ze dat verteld krijgen door mensen die, waarvan ze denken dat ze er wel verstand van hebben. Ik was van de week bij een congres met Alexander Klupping, die ken je ook, hè, van Blendl. En die gaat nu het land door met alleen maar een verhaal over AI. Over kunstmatige intelligentie. En die had het er dus over dat we als mens verliefd kunnen worden op een robot. Dat hij dat verwachtte dat er aankomt. Dat vond ik toch wel bizar. Alexander is een schat, maar dat is gewoon lulkoek. Dus als mensen verliefd worden op een robot, ik ben daar helemaal niet tegen, maar het lijkt me onzin. Hij had een paar voorbeelden van journalisten die dat er was overkomen. Als je verliefd wordt, weet je toch ook wel wat weten hoe iemand qua vlees eruit ziet, om het maar even zo bruut mogelijk te zeggen. Hè? Ja, dat is vrij moeilijk bij een robot. Ja, dat lijkt mij ook. Ik heb wel zo'n robot gezien. Ja, ze hebben van die hondenrobots, nou dat je bij jezelf denkt, misschien iets voor de science fiction. Ja. Nee, we moeten ons dit niet te veel flauwekul op de mouw laten spelden. Hoe reageerden jouw gesprekspartners bij dat programma van Kelder eigenlijk op die opmerking van die dictator?
niet, want toen was het afgelopen. Ja, maar je gaat dan nog wel doorpraten als het voorbij is. Nee, we hebben nog een heel soort podcast erachteraan gemaakt van een kwartiertje. Maar die ging eigenlijk toch over andere dingen. Oké. Dus ik hoopte namelijk dat ik... Mijn opmerking was als teaser bedoeld. Ah, oké. Zo van, jongens, kijk nou eens wat eigenaardig. We zitten met macro-economisch beleid... waarvan iedereen begrijpt dat het het meest verstandige macro-economische beleid is. En tegelijkertijd leidt dat tot grote en deels terechte ontevredenheid bij een deel van de kiezers. Mm. En natuurlijk in de tijden dat de ontwikkelingen, ja, alle loodzetters, ik heb het voorbeeld al eerder genoemd, alle loodzetters zijn in een vrij hoog tempo verdwenen. Je had hier zo'n straat en dan kon je naar die drukkerij van het Utrecht Nieuw Utrecht Dagblad naar binnen kijken en dan zag je al die lui aan zo'n line-up type machine zitten. Hartstikke leuk om te zien trouwens. Hè? Want het is gloeiend lood en zo. Ik bedoel, vloeibaar lood. Die zijn allemaal verdwenen. Ik heb nooit gehoord dat ze zijn gaan demonstreren met gele jasjes aan op het Malieveld. Omdat ze waarschijnlijk vrij snel iets anders hebben gevonden in een zich snel ontwikkelende economie. Als dat zo is. Bovendien natuurlijk loodzetters waren relatief hoog geschoold. Dan weet je wel wat, denk ik. Maar ja, dit is een probleem waar we permanent mee geconfronteerd worden. Het ziet er natuurlijk naar uit dat naarmate de eeuw vordert dat een groot deel van, laat maar zeggen, de fossiele industrie in de breedste zin van het woord, dat die zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een heel ander energiesysteem. Dat wel, want het is een transitie per slotverrekening. Maar ja, sommige mensen die, ik weet niet, je hebt waarschijnlijk in Pernis hooggeschoolde monteurs die dat enorme buizencomplex een beetje op orde houden. Ja, die zullen iets anders moeten vinden. Ja, misschien kunnen die gewoon mijn grootsteen komen ontstoppen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat minder betaald dan pen is. Ja, dit blijft dus een probleem waar we mee te maken hebben. En als we dus niet voortdurend verrast willen worden door populistische erupties, niet waar die natuurlijk politiek gezien meestal de meest stompzinnige dingen beweren. Denk aan onze populisten in Nederland die allemaal uit de EU willen. Ik bedoel, dat is van een ingrijpende stomzinnigheid die je niet voor mogelijk houdt, maar die in zekere zin wel gevaarlijk is. De Brexit, hoe is het nu met Engeland gesteld? Slecht. He? Ja, dat lees je overal. Vind ik dat erg? Nee. Vind ik dat fijn? Ja. Het klinkt verschrikkelijk, he? Dat je dan een land... Maar het is hun eigen godvergeten stomzinnigheid geweest om zich eruit te stemmen. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, het is een geluk voor ons, want we hebben een heel goed voorbeeld van hoe het eruit kan zien als je dus eruit staat. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook, dacht ik, in dat gezegd van, is Trump eigenlijk ook niet een zegen voor ons? En Trump maakt, mocht hij weer gekozen worden, maar zelfs als dreiging, natuurlijk maakt het voor ons noodzakelijk dat we geopolitiek gaan nadenken over onze eigen veiligheid. Dat moeten we heel doen, hè? Organisatie van onze eigen veiligheid. Maar Trump is natuurlijk wel een enorme stimulans. Als je natuurlijk een Amerikaanse president hebt die zegt dat de EU de vijand van de Verenigde Staten is, dan weet je wel zo'n beetje uit welke hoek de wind waait. Precies. Jij zei van, we vinden Biden zo fijn omdat Biden niet Trump is. Ja, dat is de enige reden dat hij naar mijn idee even herkozen moet worden. Is die oud? Ja. Is die acteur oud? Ja, zou ik zeggen van wel. Maar goed, het alternatief. God, zelfs als hij op sterven zou liggen, dan zou ik nog op hem stemmen. Ja, maar is het gevaar van Trump nu ook niet wat geweken omdat we nu Biden hebben? Ik heb niet het idee dat Europa nou echt hard werkt aan die eigen veiligheid. Nou, daar wordt toch denk ik toch op alle niveaus wel vrij serieus over nagedacht. Je hoort er vrij weinig over dan. Ja, maar goed, er is toch aangekondigd in Duitsland een Zeitenwende. 100 miljard extra naar defensie. En ik heb al eens eerder uitgelegd, waarom zou je niet, de Fransen hebben nog steeds een aanzienlijke militaire macht. Bovendien is Frankrijk een kernmacht. Bovendien zou je best op dit punt, al zijn ze dan uit de EU gegaan, met Engeland afspraken kunnen maken. En dan zou je, en dan heb ik het nog niet eens over het Europees leger, dat is denk ik geen haalbare kaart. Maar intensieve samenwerking bijvoorbeeld tussen de Bundeswehr en het Duits en het Franse leger. Waarom zou dat niet kunnen? Wij doen dat toch ook? Mm. Wij bestaan niet meer als leger. Nee. We hebben allemaal Duitse petjes op in Duitse tanks. Ze zijn wel nog actief natuurlijk het leger, hè? Als je toch ziet wat er nog allemaal gebeurde in Nederland op de kazernes. Zeker. Dus ik nogmaals, als je het goed organiseert en je pompt er over een 5 jaar flink wat geld in. Dan zou ik vooral, kijk...
Het Russische leger, laten we eerlijk zijn, heeft bepaald geen indruk gemaakt. De kans dat het Russische leger in een flitsende, geniale tankaanval West-Europa gaat verrassen, die is nul. Dus daar moeten we wel rekening mee houden, dat we zeggen in positieve zin. Ja. Dus ik zie niet in waarom wij eigenlijk niet bij betere afspraken en wat meer geld niet een in ieder geval adequate verdedigingsmacht zouden kunnen vormen. Want afgezien van Rusland is er bij ons in de buurt geen levensgevaarlijke tegenstander. Ik bedoel, waar zou die vandaan moeten voor komen? Voor zover we nu weten, hè? Dat is natuurlijk een gevaarlijke uitspraak. Nou ja, noem eens wat. Rusland dachten we ook niet dat ze dat zouden gaan doen. Van de Russen niet, nee. Maar Rusland is wel natuurlijk de enige gevaarlijke tegenstander. Weet je iemand anders? IJsland, Algerije. Ja, maar dat is het gevaar dat je nu nog niet weet wie Turkije, het eventueel kan zijn. Turkije, nee. Turkije is lid van de NATO. Ja. Weliswaar zijn we daar niet erg gelukkig mee, maar het is wel lid van de NATO. Maar dat kan natuurlijk, de geschiedenis heeft bewezen, uit het niets kan er in een land wat gebeuren en dan is het een potentiële vijand. Nee. Uit het niets, je zult toch ook dan een serieuze militaire macht uit, die vorm je ook niet uit het niets. Daar moet je tijd voor nodig. De opbouw van een serieus leger, dat kost denk ik vanuit het niets, ik redeneer even vanuit het niets. We hebben al een kwart eeuw voor nodig, denk ik. Dus dat zien we wel aankomen. Ja, Hitler hebben we ook zien aankomen in principe. Maar wel met terugwerkende kracht misschien. Nou, we hebben Hitler eigenlijk als niet zien aankomen in die zin dat wij dachten dat als je aan Hitlers wensen tegemoet kwam, dat hij zich bereid zou zijn zich te laten integreren in het Europese statensysteem. En daar was hij helemaal niet toe bereid, bleek achteraf. En dat heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. Nog een ander interessant onderwerp in die uitzending, totaal anders. Het ging over ganzen. En ik vond dat wel leuk, want het was een meisje die gaat promoveren deze week op een onderwerp rond ganzen. Ja, zeker. Die heette geloof ik Nelleke Buitendijk, als ik het wel heb. En die professor Steven Brakman volgens mij. Ja, precies. Je hebt wel goed geluisterd. Ja. Ik heb zitten meeschrijven. Oh, je hebt het mee zitten schrijven. Oké. Ja, die ganzen, dat is een interessante zaak. Want je weet, ik geloof dat ik begon met mee te delen. Dat als je 30 jaar geleden zo'n vlucht ganzen over hoorde komen, s'avonds fijn snaterend zoals zij dat doen. Gakkend is waarschijnlijk het juiste woord. Bovendien speelt bij mij nog Niels Holgersson ook nog een rol in mijn overwegingen. Maar dan belde je natuurmonumenten en tegenwoordig, nou ja, zoals al die dieren die eerst bijna uitgestorven waren, vormen ze nu een plaag. Maar ik heb alleen een samenvatting van haar proefschrift gelezen. En dan moet ik zeggen, dat met die plaag, dat valt nogal mee. Want eigenlijk zijn alleen de brandganzen echt een plaag. Bovendien worden de landbouwers gecompenseerd voor de schade die ze aanrichten. En er zijn wel methodes bedenkbaar waarmee je de brandganzen bijvoorbeeld enigszins kunt concentreren. Dus ik vond hem nou meteen te zeggen, we gaan de brandganzen massaal uitroeien. Dat zegt zij ook overigens helemaal niet. Laat ik dat er voorzichtigheidshalve bij zeggen. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Maar het werkt wel enigszins komisch op iemand die nog uit een wereld komt waar als je een wilde gans zag, man, dan raakte je opgewonden. Dan ging je werk van maken, bij wijze van spreken. En nu zijn ze een nationale plaag. Of een plaag geworden. Want dat is natuurlijk, daar denk ik ook altijd, in de landbouw wordt al heel snel gesproken over een plaag. De dassen zijn ook een plaag. En de bevers zijn een plaag. En nou ja, eerst zijn de bevers uitgestorven in Nederland. Toen hebben we de bevers gereïntroduceerd. Nog niet zo lang geleden, ik denk 25 jaar geleden of zo. Nu zijn er in Nederland 5000 bevers die in allerlei opzichten de dijken ondermijnen. En nou ja, het dassendrama, dat hebben we net achter de rug eigenlijk, waar ik ook de opwinding wel een tikkeltje overtrokken voelde. Ik vraag me af hoe verstandig het was om die trein ineens niet meer te laten rijden. Dat bleek me een beetje overdreven reactie. Maar goed, ik ben geen civiel ingenieur, dus ik zeg dat een beetje uit de losse pols. Maar ik vond die ganzen zijn eigenlijk voorbeeldig voor een specifieke ontwikkeling. Nou, iets sterft bijna uit. Oh, wat jammer. De bever is verdwenen. Weet je wat we doen in het Biesbos, lekker gebiedje, zetten we 200 bevers uit. Importeren we uit Polen of weet ik waar ze vandaan kwamen. Ja, en dan zie je dus dat ze het hartstikke goed doen. En dan ineens zijn ze een plaag geworden. Dus ik zou zeggen, denk over al die dingen eens goed na.
voordat ze een plaag worden, zou ik zeggen. En kijk of je een beheerstructuur kunt verzinnen die, laten we zeggen, voor ons en voor de dieren gunstig is. Jij zei ook dat onderzoek van die ganzen kun je eigenlijk toepassen op al die anderen. Ook op de bevers en op de dassen. Precies. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja. De das, die was, daarvoor hadden we das en boom. De das stond te puitsterven. En nu blijken er honderden dassen te zijn. Er worden alleen al 1400 dassen overreden elk jaar. Hallo. Hey. Maar het is een beschermde diersoort, hè, volgens mij. Dus dat maakt het moeilijk. Ik ben vergeten waar, waarschijnlijk in de Economist. Een stuk over de wilde zwijnen in de staat Texas. Dat moet je eens lezen, joh. Dat is echt spectaculair. Ja, want ook wilde zwijnen zijn een plaag, zoals je weet. Nooit in Berlijn geweest? Dan, zeker, ja, ja. Als je er s'avonds een wandelingetje gaat maken, heb je een goede kans dat je wilde zwijnen ziet die bezig zijn. Ook als je naar het oosten van het land gaat. Om de gazons overhoop te halen. Je schrikt je rot. Ik ben een keer naar het oosten van het land gegaan. Dan kom je ze ook, als je in het bos gaat wandelen, kom je ze tegen. Mm-hmm. Moet je echt mee voor oppassen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Ja. Dat ze gevaarlijk zijn. Zeker als ze jongen hebben. Ja, als ze jongen zijn. En nou, ik heb dat verhaal toch verteld van die twee keilers, zo heette die beesten geloof ik, die wolf aanvielen, van vrij spectaculair ook. Maar ja, met als gevolg dat we om de x jaren moeten we 5000 wilde varkens doodschieten. En maar ga je nog een keer vervangen? Waren ze tevreden, de mensen van het programma? Nou ja, ze waren ook niet zo tevreden over mijn presentatietalenten. Ja, maar je bent toch maar ze waren wel graag bereid me dat te vergeven, geloof ik. Oké, maar je bent ook geen presentator natuurlijk. Dus nee, ik ben absoluut geen presentator. Dus ze wisten wie ze in huis haalden. Ja, ik vergeleek het met mijn presentatie-prestaties bij dat EO talkshow-programma. Hoe heette dat ook alweer? Met Andries... Knevel. En Thijs van den Brink. Die talkshow die daar ben ik een keer assistent-presentator geweest. Dat was een drama, ik kan niet anders schrijven. Je krijgt een hele bos kaartjes, weet je wel. Voor de instart en de namen van de gasten en de hele zante kraam. Begon dan mee dat ik al die kaartjes op de grond liet vallen. Dus ik was al ernstig gehandicapt. Maar ik moet zeggen dat die Thijs van den Brink, altijd als ik hem zie, ben ik hem nooit dankbaar. Steeds dan een soort duwtje gaf, wat niemand kon zien. Zodat weer zo'n stomme instart kwam. Waarmee ze uiteindelijk eigenlijk al die talkshows verziekt hebben. Met al die kattenfilmpjes en al die andere flauwe, klein, kinderachtige flauwekul. Maar ze moeten jou gewoon, die teksten moet je eigenlijk gewoon wegleggen. Je moet die tijd vergeten, want dat is het goede in de podcast. Ja, mijn probleem is dat ik altijd de tijd vergeet. Want hier vergat ik ook de tijd grotelijks. Ja, ook maar heel en kort. Toen had ik ook geen tijd meer om te zeggen dat het meesterlijke programma Argos na ons zou volgen. Ja. Treurig, maar waar. Ja, de vaste luisteraar die weet dat wel. Maar je had ook een nieuwsbulletin, dat duurde een kwartier volgens mij, voordat je eindelijk eens kon beginnen. Ja, ook dat. En toen krijg je het weer en dan krijg je filemeldingen. Nou ja, van alles en nog wat. Eigenlijk een beetje onzin natuurlijk. En reclame. En toen kon je kon pas kwart over beginnen volgens mij. Ja, zeker. Je bent sowieso al een kwartier kwijt met dit soort van mededelingen. Ja. Iemand schreef ook van het nieuws begon ook een minuut later, omdat Maarten zijn inleiding duurde veel te lang. Ja, in mijn inleiding kwam ik ineens op allerlei interessante gedachten. Wat ik altijd heb als ik ga zitten praten, dat ik denk, oh, dat is ook leuk, hoe zit dat ook alweer? En dat ging over dat professorgedoe. Dat iedereen het tot de dood erop volgt, zichzelf professor blijft noemen, ook zulke flauwe. Ze zeiden, we hebben nu een echte professor aan het woord, of als presentator. En toen zei ik dat ik dat niet meer was. Omdat de wet voorschrijft dat in dit beroep... Nou is het probleem dat titel professor is niet wettelijk beschermd. Dus ik zou maar zeggen, als jij dansleraar bent en je doet een bord op de deur professeur de dans. Tom Jesse, professeur de dans. Dat mag, daar is de professor in de danskunst. Maar hoogleraar schijnt wel beschermd te zijn. En ik begrijp ook niet waarom mensen dan echt eindeloos met zo'n titel te koop lopen. Ook als ze al 20 jaar... iets totaal anders doen, dat begrijp ik niet. Ja, ik begrijp het wel, als ik een defter en zo. Maar het is natuurlijk eigenlijk kinderachtige flauwekul. Ja. Hey, wat zeiden de gasten? Hoe keken de gasten erop terug? De gasten, nou, er waren helemaal niet zoveel gasten. Ja, er zaten een paar mensen die zich ook wel geamuseerd hadden, als ik het goed zag. Oké, jij vond het ook leuk? Ja, je weet het. Hartstikke leuk om te doen. Want ik vond ook, naarmate wij in gesprek raakten met die twee deskundigen, zou ik maar zeggen, kwamen we toch tot aardige punten. Ja. Dat we die eigenlijk pas scoorden toen het afgelopen was, dat is vers 2.
En nog een verzoek of wij de volgende keer misschien eens aan Watergate willen doen. Want dat is nu zoveel jaar geleden. Watergate, ja, jemig, nee. Ik zag een niet onaardige film over de Washington Post en de Pentagon Papers. Ik ben nou vergeten alweer hoe de film heette. Goed gespeeld, was leuk, zat leuk in elkaar. Ja, New York Times kwam er een beetje bekaaid af, maar goed. Watergate, potverdrie. Dat is natuurlijk een omvangrijk drama. Want dan moet je natuurlijk eigenlijk de hele Nixon administration moet je op de korrel nemen. Want dat alleen een laten we zeggen, een Amerikaanse regering die werd geleid door een volstrekt paranoia patiënt. Was in staat om zoiets idioots te doen. Wat hem tenslotte de kop heeft gekost. Hè? Nou ja. Ik wil dat best doen, maar dan moeten we niet andere mensen dan niet zeggen. Ja, zeggen een afgezaagd thema. Daar hebben we al zoveel over gehoord. Ja, maar het is actueel. Het is zoveel jaar nu geleden, toch? Ja. Het is, wat is het, 50 jaar geleden? 73. Ja, 50 jaar geleden, 73. Ja. Dus het is een actuele aanleiding. Ja, je ziet die man voor je, die bewaker. Die dan door dat Watergate-gebouw loopt. En dan komt hij voorbij dat hoofdkwartier van de Democratische Partij. En dan denk je, wat gek. De deur staat open. Hoe kan dat nou? En die deur is ook afgetaped, zodat hij niet dicht kan vallen. Nou ja, dan loopt hij naar binnen. En dan zijn die lui bezig om de papieren van de Democratische Partij te bekijken. En nou ja, stap voor stap voor stap leidt dat een jaar later tot de aftreden van Richard Nixon. Terechte aftreden van Richard Nixon. Had Trump af moeten treden? Ja, had ook af moeten treden. Maar goed, daar was de steun niet voor aanwezig in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Dat het überhaupt mogelijk is dat iemand die evident een gigantische leugen heeft verteld en is blijven vertellen over het eigen kiessysteem, die bovendien in feite een staatsgreep heeft gepleegd, zei het dat die dan mislukt is aan inklunzigheid, dat zo iemand gewoon nog een keer kan deelnemen, dat is natuurlijk, ja, dat is verbijsterend. Van een verbijsterend soort stomzinnigheid waar ik geen woorden voor heb. Even stomzinnig als die kredietlimiet en zo. Het is in Amerika een stapeling van infantiele flauwekul. Waar je denkt, hoe is dit nou toch mogelijk in, laten we eerlijk zijn, nog steeds het machtigste land ter wereld. Dat maakt zichzelf eigenlijk dag in, dag uit, week in, week uit, maken de Verenigde Staten zichzelf belachelijk. Weet je nog, die jongen, die Texera, die bleek in een volstrekt ondergeschikte functie, National Guard functie in Massachusetts, te beschikken over de meest fantastische geheimen op militair en spionagegebied. Dat je ook denkt, wat is dit nou voor land? Hè? Wat zijn dit nou voor prutsers? Ik denk dat heel veel oudere luisteraars het leuk vinden om nog eens een keer te horen. En heel veel jongere luisteraars hebben het natuurlijk niet meegemaakt. Dus het is interessant om dat eens een keer te horen, het verhaal. Ja, eigenlijk kun je ook zeggen dat natuurlijk nadat Nixon eruit was gegooid met impeachment. Of althans niet, hij is niet impeached, omdat hij voordat het zover was, is hij afgetreden tenslotte. Hij zag erbij wel hangen. En nadat Goldwater hem was komen melden dat hij de stemmen niet had die nodig waren eventueel voor een vrijspraak. Of voor een veroordeling, ga ik het anders formuleren. Maar sinds die tijd hebben de Republikeinen echt alle zeilen bijgezet om ook nog eens een keer een democraat te impeachen. Vandaar Bill Clinton met Monica Lewinsky. En, nou ja, het is wat een land. Oké, we kunnen het switchen. Hè, we kunnen de bordjes verhangen. En als je zegt, nou joh, het is entertainment. Hè, dus, je kunt in Amerika van elk politiek drama een hele lollige film maken. Ja, inderdaad, dat kan. Amerika, de Amerikaanse democratie is één grote, volkomen geschifte infantiele kermis. Nou, meer kwaad kan ik er toch niet van spreken, nee, toch? Nee, nee. Maar het is een leuk onderwerp voor de volgende keer. Ik wil Watergate best doen, ja. Is ook, maar dat kost je nul voorbereiding. Nee, ik lees namelijk na wat ik er zelf over gelezen heb, over geschreven heb. Ja, zeker. Precies. Ja. Oké, nou, dan doen we dat de volgende keer. Dat geldt echt voor alle Amerikaanse onderwerpen wel. Nou, mooi. Maar ja, die zijn voor mij dan weer niet vernieuwend. Want een boek over natuurlijk How the War Was Won. Daar dacht ik ook van. Ik
ik worstel nog wel van, in hoeverre heeft hij het overdreven? In hoeverre zou je in een synthetiserende studie willen gaan met hem te volgen? Het is een hypothese. Je moet nog bewijzen eigenlijk dat die veldslagen die hij dus reduceert tot de feiten, nou ja, jammer van de spullen, maar die konden ze in no time overnieuw maken. Of dat niet toch net een soort onderwaardering is. Daar ben ik nog niet uit. Ik moet nog een paar echte serieuze autoriteiten naar. Het is toch wel interessant om te zien hoe de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nog steeds in beweging is. Dat vind ik wel interessant. Ja, maar het is wel goed om daar even onderscheid tussen te maken. Want het laatste stukje wat je nu noemt, dat gaat over het boek How the War Was Won van de auteur O'Brien. Dat boek moeten we sowieso nog een keer bespreken. Dat kondigen we al heel lang aan, dus dat moeten we echt de volgende keer doen. En dan kunnen we daarna Watergate doen. En als er mensen zijn die andere leuke ideeën hebben voor onderwerpen, je mag ze altijd mailen. Het e-mailadres dat staat in de beschrijving bij deze podcast. Maar we waarschuwen alvast, we kunnen niet op alle e-mailtjes reageren. Dank jullie wel voor alle mail die binnenkomt. We proberen zoveel mogelijk reacties mee te nemen. Maar helaas lukt dat niet. Maar blijf vooral mailen, want je komt er vanzelf een keer doorheen. Een totaal nieuw tijdperk is begonnen. Er staat een nieuw luisterboek in onze bibliotheek klaar, namelijk de Live Podcast in Nijmegen. Daarin laat Maarten van Rossum zien dat kennis en humor hand in hand gaan. Een uur lang genieten, lachen en ook nog wat leren. Je vindt het luisterboek via de link in de show notes.